Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier weer met mijn weekvideo. Dus met een weekboodschap voor elk sterrenbeeld en dan ook nog de keuzekaartjes. En ik zal dus de kaartjes trekken voor de week van 1 april tot en met 7 april. En dat zal ik doen uit dit deck, de Godinnen Orakelkaarten van Doreen Virtue. Dus we gaan eens beginnen met dus de weekboodschappen voor elk sterrenbeeld. En ik zal beginnen met de weekboodschap. Dus voor het sterrenbeeld maart. Dus ik ben benieuwd naar de boodschap voor het sterrenbeeld maart. En dat is deze. Groene Tara. Begin te delegeren. Dus delegeren is dus taken uitdelen. Dus vraag anderen, ook mij, dus de groene Tara, om je te helpen. In plaats van te proberen alles zelf te doen. Dus lieve maagd, ik weet dat jij je soms wegcijfert voor andere mensen. En dat je misschien ook alles zelf wil doen, omdat je bang bent dat je andere mensen tot last zult zijn. Maar er wordt van je gevraagd om dus niet alles alleen te doen, want dat is ook veel te zwaar. Het is ook altijd niet mogelijk om alles alleen te doen. En er wordt van je gevraagd om dus hulp te vragen aan andere mensen, mensen om je heen of professionele mensen, dus om je te helpen. Het kan ook zijn dat je dus je lichtteam of de godin, de groene Tara, dus hulp mag vragen. Dus om dat eigenlijk te vragen waar je naar verlangt of om hulp te vragen bij bepaalde problemen. Dus probeer niet alles alleen op te lossen, lieve maagd, maar vraag hulp aan mensen om je heen of aan je lichtteam of aan de groene Tara. Ik zal misschien eens lezen voor jullie wat de godin de groene Tara is. Dus over groene Tara. Tara is een godin van de Hindoes en de Boeddhisten. In het oude Sanskriet betekent het de naam ster. Haar vele persoonlijkheden en eigenschappen herken je al in de verschillende kleuren. Groene Tara is bekend om haar snelle hulp in noodgevallen. Ook kan ze je snel tot begrip van situaties en relaties brengen. Ze redt ons doordat ze ons in onze eigen kracht brengt, zodat we onszelf kunnen redden. Dus zoals je ziet, je mag haar dus zeker om hulp vragen voor het oplossen van een bepaald probleem waar jij dus geen raad mee weet, lieve maagd. Maar het betekent dus ook dat je zeker mag hulp vragen aan andere mensen of aan je lichtteam. Dan zal ik een kaartje trekken voor het sterrenbeeld weegschaal. Ik dacht dat er al eentje ging uitvliegen, maar dat is niet zo. Dus voor het sterrenbeeld weegschaal, dus voor de komende week. Dat is een hele mooie. Lakshmi. Een stralende toekomst. Prachtig. Je ziet hier ook de zon. Staat ook altijd voor succes. Dus houd op met je zorgen te maken, want alles zal goed komen. Dus lieve weegschaal, misschien waren er problemen de voorbije dagen. Of maak je je zorgen over bepaalde dingen. Wel dan wil de godin Lakshmi je op je gemak stellen en je gemoedsrust geven dat alles goed is en dat jij je geen zorgen hoeft te maken. Je kan ook altijd nog extra om hulp vragen, dus om bepaalde problemen op te lossen. Dat mag je natuurlijk altijd doen, maar eigenlijk zijn ze voor jou al aan het werk om deze problemen op te lossen. En willen ze je laten weten, dus je lichtteam, wil je heel graag laten weten dat alles goed is en dat alles goed komt. Dus dat is een hele mooie boodschap, lieve weegschaal. Ik zal voor jullie ook nog eventjes lezen wie de godin Lakshmi is. Dat is wel altijd nog eens interessant. Dus over Lakshmi. Lakshmi is een mooie en welwillende Hindoe-godin. Ze brengt overvloed over hen die haar aanroepen. Lakshmi wordt geassocieerd met de lotusbloem, met olifanten en met water. En dit staat voor haar absolute geloof in vruchtbaarheid en overvloed. Die zijn er voor iedereen. Ze vindt het fijn om je te voorzien van alles, of dat nu geld is, tijd, kennis of gelegenheden. En wat er hier ook staat is ook heel mooi. Dus
Vruchtbaarheid en overvloed, die zijn er voor iedereen. Dus dat is echt wel heel mooi. Dus misschien denk jij dat het ja, niet voor jou bedoeld is, maar dat is het zeker wel. Dat wil de godin Lakshmi je laten weten. Dus alles komt goed. Wacht je een stralende toekomst. En je hebt altijd, of ja, ik bedoel, je zult altijd alles krijgen wat je eigenlijk nodig hebt. Dus dat is heel mooi. Dan voor het sterrenbeeld Ram. Ik ga het nog eens opnieuw doen. En ik zei het sterrenbeeld Ram. Ik had het nog niet gezegd en het draaide zich al een kaartje. Dus voor het sterrenbeeld Ram. Zo. Deze. Hater. Ontvankelijkheid. Ja. De godin Hater. Sta jezelf toe om te ontvangen. Daardoor zal je intuïtie sterker worden, krijg je meer energie en kun je anderen ook meer geven. Dus misschien, lieve Ram, heb je het in je om veel te geven. Om veel te geven aan andere mensen, om je energie ergens in te steken die ook bedoeld is voor andere mensen. Om hen te helpen en dat is heel goed, dat mag altijd natuurlijk. Je mag altijd andere mensen helpen. Maar je wordt met deze kaart duidelijk gemaakt dat jij misschien het moeilijk hebt met te ontvangen. Dat je liever geeft dan dat je ontvangt. Maar wanneer je voortdurend geeft, ja, dan raakt je energie ook leeg. Je batterijen raken leeg, ook al is dat niet de bedoeling. Ja, dat is nu eenmaal zo. Als je altijd maar geeft en nooit iets terug ontvangt, dan raakt je energie op. Dus het is eigenlijk wel heel belangrijk dat je je ook openstelt om te ontvangen. Dus om hulp te ontvangen van andere mensen, om vriendelijkheid te ontvangen, om liefde te ontvangen, om overvloed te ontvangen, om geld te ontvangen, wat het ook is. Ja, het is goed om te geven, maar leer ook eens om dingen in ontvangst te nemen, om eigenlijk te leren ontvangen. Dat is echt heel belangrijk. Wanneer je dus zelf ook dingen kunt ontvangen, zal je energie ook meer in evenwicht komen. En zal je dus beter in staat zijn om voor andere mensen te zorgen wat alleen maar in je voordeel is. Dan zal ik eventjes lezen wie de godin Hater is. Over Hater. Deze geliefde Egyptische godin wordt afgebeeld met het hoofd van een koe, als symbool van de levengevende melk en de koestering van het heilige dier. Hathor is een vrijhevige godin van zon en hemel, die helpt bij alle zaken en vragen rondom kinderwens, zwangerschap, geboorte en opvoeding. Roep Hathor ook aan om je te helpen goed voor jezelf en je dierbaren te zorgen in de breedste betekenis van het woord. Dus ja, als je goed voor jezelf zorgt, zal je dus ook goed voor anderen kunnen zorgen. Dan, voor het sterrenbeeld kreeft. Siege. Stille tijd. Neem maar tijd voor jezelf in stilte om tot rust te komen, te mediteren en na te denken. Dus lieve kreeft, je bent ook iemand die voortdurend bezig is met het zorgen voor andere mensen. Met hen te helpen, hun doden te vervullen. Maar het is nu duidelijk het moment en het juiste moment om eigenlijk voor jezelf te gaan zorgen. Trek je eventjes terug. Ga eventjes in stilte. Misschien kun je gaan mediteren. Zodat je dus ook beter de boodschappen voor jezelf kunt horen. Het is tijd om eventjes rust te nemen, om te ontspannen. En ja, het is echt wel de bedoeling dat je eventjes terugtrekt uit alle drukte en dat je dus eventjes in jezelf gaat keren. Dat je dus naar binnen gaat en dat je daar gaat luisteren naar wat jij eigenlijk nodig hebt en wat je noden zijn en ook naar de boodschappen die je krijgt, naar de aanwijzingen die je krijgt om je leven dus beter te maken en om dus beter voor jezelf te zorgen. Dus het is tijd voor zelfreflectie, voor rust, meditatie, ontspanning. En heel mooi.
Dus lieve kreeft, ik zal ook eventjes lezen wie de godin Sege is. De gnostische godin Sege wordt beschouwd als de grote stilte of de grote leegte, waarin al het geschapene zijn oorsprong vindt. Sege herinnert ons eraan dat woorden altijd tot dualiteit leiden en dat we in de stilte onze ware oorsprong vinden, dus onszelf. Ja, dat is ook wat deze kaart zegt, dus dat je dus naar binnen mag keren. Stilte is de alomtegenwoordige kracht die wijsheid baart. Zo is Sege volgens de gnostici de moeder van Sophia, de godin van de wijsheid. Sege leert ons dat onze wortels liggen in de stille leegte van het universum en dat het belangrijk is om regelmatig contact te maken met die stilte. In onze drukke maatschappij vergeten we vaak eventjes de stilte op te zoeken. Alles voelt een beetje als een ratrace, snel, snel, snel. Maar het is dus echt wel soms belangrijk om eventjes die rust te gaan opzoeken. Dan voor het sterrenbeeld boogschutten. Daar heb ik dus voor de boogschutten Bast. Onafhankelijkheid. Je onafhankelijkheid is het fundament van je kracht en succes. Dus deze kaart kan twee dingen betekenen. Het kan zijn dat jij heel onafhankelijk bent en dat je dus graag alles alleen doet. Dat je ook veel kan en dat je veel zelf kunt oplossen. Maar misschien is het ook goed om nu en dan eens hulp te aanvaarden en om niet alles alleen te willen doen. Dat had ik ook bij de maagd, trouwens een gelijkwaardige boodschap. Dus het is wel goed dat je alles alleen kan en dat je het zelf wil doen, maar soms is het ook goed om eventjes hulp te aanvaarden van andere mensen of van je lichtteam. Vraag ook om hulp als dat nodig is. Een andere betekenis van deze kaart is dat je misschien te afhankelijk opstelt. Dat je je geluk laat afhangen van andere mensen, van hoe zij reageren, hoe zij doen, hoe zij je behandelen. Dus wees niet zo afhankelijk van andere mensen. Laat je geluk niet afhangen van andere mensen. Het is belangrijk dat jij zelf onafhankelijk bent. Dat je zelf verantwoordelijk bent eigenlijk voor je eigen geluk. Want dat ben je ook. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. Dus geluk maak je zelf. Dus het geluk hangt niet af van andere mensen. Het hangt niet af of je een relatie hebt, of je een job hebt, wat het ook is. Het is belangrijk dat jij dus nog steeds kunt genieten van de kleine dingen. Dat je altijd plezier zoekt in je leven. Dingen doet die je leuk vindt. En dat je je geen zorgen maakt over wat andere mensen denken of doen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk. En ik zal ook eventjes lezen wat de godin Bast betekent, wie zij is. Dus over Bast, de Egyptische godin Bast verandert iedere nacht in een kat. En met haar alziende nachtzicht beschermt ze haar... Ik ga het opnieuw lezen. Dus over Bast. De Egyptische godin Bast verandert iedere nacht in een kat. Dus ik las eigenlijk dat zij de nacht veranderde in een kat, maar zij verandert dus elke nacht in een kat. En met haar alziende nachtzicht beschermt ze haar familie en allen die haar aanroepen. Zij vertoont katachtige vrouwelijke trekken zoals sierlijkheid, onafhankelijkheid, speelsheid en intuïtie. Bast werkt ook samen met kattenliefhebbers en helpt hun katachtige kameraden. Als de dochter van de zonnegod Ra heeft Bast het zeldzame kenmerk dat ze zowel een maangodin als een zonnegodin is. En heel mooi. Ja, het kan dus ook iets te maken hebben met katten. Als je iets te maken hebt zelf met katten... Ben je een verzorger van katten of wil je dat graag gaan doen? Heb je zelf katten? Ja, dan kan dit ook hiermee te maken hebben. Dan zal ik een kaartje trekken voor het sterrenbeeld vissen. Oei, dat zijn er een beetje te veel. Ik zal het opnieuw doen. Dus voor het sterrenbeeld vissen. Dat is deze. Kuyan Yin, dus mededogen. Een heel
vredevolle afbeelding. Iets wat vissen ook graag doen, mediteren, in de rust nemen. Heel mooi. Laat de oordelen los over jezelf en over anderen en richt je aandacht op de liefde en het licht dat in ieder mens aanwezig is. Ja, dus er wordt van je gevraagd, lieve vissen, om minder oordelen te hebben op jezelf en op andere mensen. Dus weet dat iedereen zijn eigen pad geeft. Iedereen heeft zijn eigen weg te gaan. Iedereen maakt fouten, want niemand is perfect. De ander niet, jij niet. En ja, het is goed om al deze oordelen dus echt wel te gaan loslaten. Beoordeel niet hoe anderen reageren of wat ze doen. Het is hun pad, zij moeten eruit leren. Beoordeel ook jezelf niet. Weet dat jij ook niet perfect bent en dat je ook maar je best doet en dat je ook fouten maakt, ook om hieruit te leren. Dus laat ook de oordelen over jezelf los. Aanvaard jezelf zoals je bent en weet dat je fouten maakt om uit te leren. Dus zie het licht in jezelf en andere mensen en wees zacht voor anderen, maar ook voor jezelf. Dat is dus jullie boodschap, lieve vissen. Een hele liefdevolle boodschap ook. En ik zal ook eventjes lezen wie Kuan Yin is. Het is wel interessant om dat te weten, wie de godin zelf is. Dus over Kuan Yin. De oosterse godin Kuan Yin hoort alle gebeden. En ze is de puurheid zelf, de koesterende liefde en de vriendelijke macht. Kuan Yin is een bodhisattva. Je kan wel geloven waarom ik over dit woord struikel. En dat betekent dat zij in aanmerking komt voor het boeddhaschap. Maar zij heeft een belofte gedaan dat zij bij de aarde zal blijven totdat alle mensen verlicht zijn. Deze jeugdige en mooie godin helpt ons mededogen en erbarmen te hebben voor onszelf en anderen. Ook is zij de beschermster van vrouwen en kinderen en wekt ze muzikale interesse en kwaliteiten op, evenals helderziendheid. Wat ook past bij vissen natuurlijk. Dan voor het sterrenbeeld stier. Sekhmet, wees sterk. Je bent sterker dan je denkt en je sterkte verzekert je een goede toekomst. Dus ja, soms, lieve stier, hebben we wel dat gevoel als mens dat we ja, misschien wat zwak zijn of ja, dat we bepaalde dingen niet aankunnen of zijn we bang dat we bepaalde dingen niet aankunnen. Dus zien we zo'n beetje problemen die er nog niet zijn of denken we dat bepaalde dingen niet kunnen opgelost worden. Maar ja, je ziet hier dus de leeuwen en Sekhmet, een sterke godin. Die dus ja, je duidelijk wil maken dat die innerlijke kracht wel degelijk in je zit. Dus vertrouw op jezelf, geloof in jezelf en weet echt wel dat jij heel wat innerlijke kracht bezit. En dat jij dus elke uitdaging aan kan die op je pad komt, lieve stier. Heel mooi. Ik zal ook nog eventjes lezen wie Sekhmet is. Dus over Sekhmet. Sekhmet is een Egyptische zonnegodin, een krachtige beschermster. Ze is getrouwd met de Egyptische god Ota. Haar naam betekent sterk en machtig. Sekhmet wordt geassocieerd met leeuwen als symbool voor haar sterk beschermende aard. Soms is ze afgebeeld met de kop van een leeuw en het lichaam van een vrouw. Roep Sekhmet aan als ondersteuning van je kracht en je power. Dus als je dus wat extra kracht nodig hebt, lieve stier, roep dan Sekhmet aan, zodat ze je innerlijke kracht kan geven. Je kan het ook vragen aan aartsengel Michael, die kan je daar ook mee helpen. Dan voor het sterrenbeeld Waterman. Conventina, zuivering. Dus het is tijd voor een reinigende ontgifting van je lichaam en geest. Dus ja, je ziet hier het water. Water is reinigend en het kan zijn dat jij dus ja, op dit moment dus echt wel veel water mag drinken. Dus om je lichaam te zuiveren. Misschien mag je ook tijd doorbrengen bij het water of bij de oceaan. Dus om je energieveld te zuiveren.
Een bepaald zoutbad nemen of zo, dat kan ook helpen om je energieveld te zuiveren, bedoel ik. Doe wat nodig is dus om je lichaam en geest te zuiveren. Dus je geest kan je zuiveren van de negatieve gedachten, dus beperkende overtuigingen. Je kan ook mensen vergeven. Het gaat hier dus eigenlijk echt wel om zelfheling. Dus het is tijd dus om je lichaam, je geest en je ziel te zuiveren, lieve waterman. En ik zal dus ook nog eventjes lezen wat erbij staat. Wie dus de godin Coventina is. Dus over Coventina. Coventina is een machtige Keltische godin van het water, van de oceanen, meren, beekjes, vijvers en rivieren. Coventina beschermt alle vormen van water en wat daarin leeft. Met veel plezier heeft ze de goddelijke opdracht met betrekking tot het milieu, als je haar dat vraagt. Bronnen waar je een wens kunt doen, worden vaak ter ere van haar geslagen. Tegenwoordig gooien we nog steeds munten in het water en doen tegelijkertijd een wens. En het is Coventina die deze wensen inwilligt. Omdat ons lichaam voornamelijk uit water bestaat, is zij ook erg betrokken bij het reinigen van onze fysieke zelf. Zij herinnert ons eraan dat deze reiniging niet alleen helpt voor ons fysieke lichaam, maar dat daar ook bij hoort dat ons denken en spreken blijven vullen met positieve woorden. Dus ja, beperkende overtuigingen loslaten. Dus positief gaan denken natuurlijk, negatieve gedachten loslaten. Dit zal ons lichaam en onze ziel en dus ook ons leven tot meer macht en kracht brengen. Heel mooi. Dan voor het sterrenbeeld tweelingen. In de grond, Dana, de hoge priesteres. Je hebt goddelijke kennis waarmee je anderen kunt helpen door jouw spiritueel onderricht. Dus ja, jij mag dus je kennis en wijsheid delen, lieve tweeling, met mensen om je heen, mensen die dus je boodschap willen horen. Dus verstop je niet, je mag dus echt wel je eigen kennis gaan delen, zodat je dus andere mensen kunt helpen. Dat is echt wel heel mooi. En ik zal ook nog eventjes lezen wie Dana is. Over Dana. Dana is een van de oudste Keltische godinnen. Haar bekendheid gaat terug tot de pre-Halieïstische tijd in Ierland, toen de Tuatha de Danans, de kinderen van Dana, haar verweerden als de scheppende moedergodin. Toen de Haelics Ierland binnenvielen, het zijn allemaal moeilijke woorden, veranderen de Tuatha de Danans zichzelf in Iperkanen. En zo bestaan zij tegenwoordig nog. Dana, ook bekend als Danu of Danu, is buitengewoon magisch en machtig. Ze kan je helpen om iets te creëren door alchemie en door goddelijke magie. Ook kan ze je introduceren in de oude koninkrijken der elementen, met name dat van de Iperkanen of Leperkanen. Ik weet niet, ik denk dat het Leperkanen zijn. Het zijn allemaal moeilijke woorden. Mag ik dan ook nog een kaartje voor... Wacht, ik ga eens denken. Dus toch een kaartje voor de steenbok. Lieve steenbok, dit wordt dus jouw kaart. Pele, dus de goddelijke hartstocht. Wees eerlijk tegenover jezelf. Wat is het diepste verlangen van je hart? Dus hier wordt gevraagd dus om je verlangens te bekijken, lieve steenbok. Niet de verlangens uit je ego, want zo hebben we er wel veel. Zoals bijvoorbeeld snel rijk willen zijn of een hele mooie flitsende auto hebben. Dat zijn allemaal zo verlangens uit het ego. Maar het is belangrijk om eventjes in je hart te gaan kijken, zodat je dus je diepste verlangens kunt ontdekken, dus wat je graag wilt. Wanneer deze verlangens uit je hart komen, dan kun je deze manifesteren. De verlangens uit je ego
Dat is wat moeilijker. Dat kan je niet zomaar manifesteren. Maar wel de verlangens uit je hart. Dus wanneer je dus manifesteert vanuit een zuivere, pure intentie en met de verlangens van je hart, dus kun je dus echt wel je wensen manifesteren. Lieve steenbok. Ik zal dan ook nog eventjes lezen wie de godin Pele is. Ik ben al te ver, denk ik. Ja, ik heb het gevonden. Over Pele. Dus Pele is de Hawaïaanse godin van de vulkanen. Haar dynamische kracht wordt soms niet begrepen. Zij laat ons zien dat vuur kan zuiveren, ons kan bevrijden van het oude om plaats te maken voor het nieuwe. En vuur kan onze passie ontsteken. Zonder vuur zou er nooit iets veranderen. Roep Pele aan om in contact te komen met je ware passie. En daar je motivatie en je plezier in je werk te halen. Pele kan je helpen om alles op een diepere laag te voelen. Dus wees maar niet bang om de verlangens van je hart te laten zien. Het gaat hier dus ook over passie. De passie die je dus voelt in je hart. Iets dat je heel graag doet. Waar je passie bij ligt. Dus dat je dat zeker mag verder doen. Zodat je dus je passie tot leven kunt brengen. Wanneer je bijvoorbeeld heel graag schildert, ga hiermee door. Zodat je dus je ziel tot uitdrukking kunt brengen. Dat geeft ook vreugde in je hart, dat zul je voelen. En misschien kan je er zelfs je beroep van maken. Dan voor het sterrenbeeld Leeuw. Ik heb er nog twee, nog de Leeuw. En ook de schorpioen. Dus voor de leeuw, dat is een hele mooie. Genevieve. Ware liefde. Heel mooi. De romantische prikkels van je hart waren een stimulans voor het universum om een grote liefde in je leven te brengen. Heel mooi, lieve leeuw. Dus misschien ontmoet je dus iemand die je hart sneller doet slaan. Misschien komt er een nieuwe relatie in je leven of misschien een nieuwe vriendschap. Het kan ook zijn dat je dus je ware liefde ontdekt voor dat wat je heel graag wilt gaan doen. Dat je je passie ontdekt, dat je een mooie job vindt die helemaal aansluit bij je wensen. Dus ja, er staat iets moois te ontdekken. Je zal dus verliefd worden op iets of iemand, maar het zal je hart sneller doen slaan en je heel veel vreugde geven. Heel mooi, lieve leeuw. Ik zal ook nog eventjes lezen over de godin Genevieve. Ik denk dat die is. Over Genevieve. Deze Keltische drievoudige godin heeft hele oude wortels die teruggaan tot voor de tijd van koning Arthur. Toen ze bekend was als Gwenhwyfar. Moeilijke woorden. Deze oorspronkelijke naam betekent de witte verschijning en dit was een machtige godin die werd aangeroepen voor vruchtbaarheid en tevens om de overledenen te begeleiden bij hun overgang naar het gebied na het leven. In de tijd van Avalon, Glastonbury en koning Arthur werd ze Guinevere. Om koning te worden moest Arthur zich verenigen met of trouwen met Gwenhwyfar, de godin die regeerde over het land. En zo werd Gwenhwyfar de oogverblindende schone Guinevere, de bruid van de nieuwe koning Arthur. Volgens de legende hoorde haar hart in werkelijkheid toe aan Lancelot, de neef van Arthur. Nu helpt ze ons om alleen met ware liefde een relatie aan te gaan en ze helpt ons ook om die liefde levend te houden. Heel mooi. Het is de godin van de ware liefde. En dan zal ik ook nog een kaartje trekken voor de schorpioen. Wat mag de lieve schorpioen verwachten de komende week? Of natuurlijk ook erna. Staat er soms ook geen tijd op. De witte Tara. We hadden al de groene Tara. Nu hebben we de witte Tara. En die staat voor fijngevoeligheid. Je wordt steeds fijngevoeliger. Vermijd ruwe situaties, relaties, omgevingen en chemische producten. Dus je zal zelf misschien ook wel voelen dat je gevoeliger wordt, dat je misschien sneller moe bent, dat je misschien dat je energie laag is
Of dat je je uitgeput voelt. Dit kan dus ja, een teken zijn dat je eigenlijk misschien met de verkeerde mensen bent omgegaan. Dat je in bepaalde verkeerde relaties zit. Dat je misschien niet in de juiste situaties zit en dat je daaruit mag terugtrekken. Dat is omdat je dus ja, veel opneemt in je energieveld. En dat het dus ja, moeilijk is om dat dus weer los te laten. Natuurlijk kun je je altijd je energieveld dus goed reinigen en beschermen. Maar ja, je bent zo fijngevoelig. Zet je ook aan chemische producten. Misschien heb je ook allergieën, dat kan natuurlijk ook. En het is dus goed om je terug te trekken uit situaties die niet goed voor je zijn. Zodat dus niet opnieuw negatieve energie in je energieveld komt. Maar het is heel belangrijk dus om je goed te reinigen en te beschermen. Dat is heel belangrijk. Ik zal nu ook nog eventjes lezen wie de witte Tara is. Zo, de witte Tara. Witte Tara is een aspect van Tara, een vrouwelijke scheppende moeder van de boeddhisten en de hindoes. De vele vrouwelijke aspecten en gezichten van de boeddha en de scheppende moeder vind je terug in al de verschillende kleuren van Tara. Witte Tara staat voor zuiverheid, rijpheid en compassie. De ogen op haar handen, voeten en voorhoofd maken dat zij alle gebieden kan horen en zien. Ze helpt ons lang en in vrede te leven. Heel mooi. Zo, dan zal ik... dat was het dus voor de schorpioen. En dan zal ik dus deze kaartjes weer samen nemen en dus de keuzekaartjes gaan trekken. Ik zal dus 3 kaartjes voor jullie trekken. En jullie dan ook weer een keuzekaartje kunnen uitkiezen. Nummer 2. Nog 1 kaartje. Ja, kaartje nummer 3. Zo. Kaartje nummer 1, kaartje nummer 2 en kaartje nummer 3. Dus welk kaartje spreekt je het meeste aan? Kaartje 1 met de 6. Kaartje 2 met de koningin. Of kaartje 3 met de aas. Zo.